Weet u wat deze vlaggen betekenen als die wapperen? Geen idee. I don't know. Rood is gevaar. En geel veilig of zo. U denkt dat de gele vlag veilig is om te zwemmen? Ja, ik denk het wel. Dan gaat het niet goed, want met geel en rood mag u beide de zee niet in. Oké. Deze vlaggen ken je misschien wel van het strand. Ze hangen er om je bijvoorbeeld te informeren over of het veilig is om in de zee te gaan. Maar er zijn ook vlaggen die gaan over hele andere belangrijke zaken. Maar ja, dan moet je wel weten wat ze betekenen. Wat zijn dan de meest voorkomende vlaggen? Nou, de meest voorkomende vlaggen zijn sowieso de lifeguardvlag en de rode en de gele vlag. De lifeguardvlag, dat is een vlag die is rood over geel. Dus je hebt een rood en een gele vlag samen gecombineerd. En dat betekent dat er lifeguards aanwezig zijn die het publiek kunnen helpen. Nou, dit is de gele vlag. Dat betekent dat het gevaarlijk is om te gaan zwemmen en dat het ook wordt afgeraden. Dus je moet niet het water in gaan, omdat het gewoon echt gevaarlijk is. En de rode vlag is daar eigenlijk een stuk strenger in. En dat betekent dat het nog gevaarlijker is. Dat het zeer gevaarlijke zeecondities zijn en dat je echt het water niet in moet gaan. De zwart met wit geblokte vlag. Geen idee? Geen idee, nee. Staat en finish. Dat geeft aan dat er een watersportgebied is. En dat je daar eigenlijk ook niet moet gaan zwemmen, want er kunnen kitesurfers, windsurfers zijn. En als je daar gaat zwemmen is het een kans op een aanvaring groot. En deze dan, met het vraagteken erop? Veel plezier, maar wel uitkijken. Ja, dat betekent hij niet. Oh. Dat betekent dat er een kind gevonden is. Die hangen wij bij onze reddingsposten op. Als er een kind bij ons toe is gelopen of mensen die het naar ons toe hebben gebracht. Het is heel handig, want mensen komen naar ons toe als ze een kind kwijt zijn. Bij veel strandopgangen staan zulke borden om mensen te informeren over de verschillende soorten vlaggen. Maar de praktijk leert dat die nogal eens over het hoofd worden gezien. Ik denk wel dat het je eigen verantwoordelijkheid is om te kijken. Want als je het niet weet, kan het gevaarlijk zijn. Of kan het voor andere problemen zorgen. Zijn er niet ook gewoon een beetje te veel vlaggen misschien? Er zijn heel veel vlaggen, maar ze hebben wel allemaal nut. Want we kunnen niet over het strand lopen en iedereen waarschuwen over bepaalde dingen. Dat doen we dan middels de vlaggen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.